Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik heb vandaag een What I Eat in a Day voor jullie. Of eigenlijk niet alleen per se What I Eat, maar ook wat ik ga doen vandaag. Ik ben vanmorgen lekker gestart met een kopje thee. En daarna heb ik lekker een smoothie gemaakt. En hij is redelijk dik. Dus hou je niet van een dikke smoothie, maak hem dan vooral lekker iets dunner. Ik merk dat hoe langer ik vegan ben, hoe dikker dat hij wordt. Dus vroeger gooide ik er bijna een liter water in of een halve liter water in. En ondertussen is dat echt maar een beetje. Ja, en wat ga ik doen? Ik ga zo eerst nog eventjes leren en daarna ga ik lunch maken. Oké, lunch met banaantjes in de havermout. En net bevroren besjes eroverheen gedaan. En wat een beetje agave siroop. En daarna ga ik lekker naar Rotterdam. Ik heb er echt zin in. Ik heb gezellig afgesproken met Christine. En we gaan naar het strand en dan gaan ze eventjes... Ja, gewoon, het wordt vast gezellig. Gewoon lekker ontspannen, eventjes uit de boeken. Even wat anders. En, oh ja, voor degene die vragen hebben. Ik heb een V-t-shirt aan van Billy Simmelle. Oftewel Sophie Zende. En ik heb hem lekker oversized gekocht. Want dat vind ik lekker. Als je dan toch een lekkere trui hebt, moet hij ook een beetje lekker flup zitten. Ja, dus dat ga ik doen. Dames en heren, ladies and gentlemen, Rotterdam Centraal. Een soort van licht. Zonsuit. Wil je ze wel of niet op beeld hebben? Oh, ze mag in beeld hebben. Wil je zelf in beeld? Hi. Oh, hoi. De muis gaat zitten. Het zijn gewoon vegan wandelschoenen. Er staat gewoon een vegan logootje zelfs op. Kun je het zien? Cool, hè? Beter dan mijn schoenen die gewoon afgedragen moeten worden. Omdat ze te oud zijn eigenlijk. En weg moeten eigenlijk. Maar het toch nog steeds heb. Jongens, het is zo lekker! Aan het genieten? Ja. Jij ook? Heerlijk. Ja, heel zo. Loempia, curry en dingetjes. Met wat soort van rijstachtig iets eronder. Ziet er wel leuk uit. Het is een voorgerecht, jongens. Kijk, jongens, met gewoon vegan kip. Met die scherp wil stellen. Hoe cool is dit dan? Het is hier vegetarisch. Maar het kan vegan, bijna allemaal. Mijn eentje eten. Zo, daar zit geen suiker in. Suikervrij. En dit, wat is dit? Gemengde groente met? Ananas. Met ananas. Ja, lekker. En saté. Saté. Ja.
Dankjewel. Ja, dankjewel. Zoete dinges. Andere dinges die over is. Maar hey, treur niet. Alles gaat lekker mee. Dus we hebben nog 2 dagen eten. Minimaal. Zo, weer lekker thuis. Ik heb net even gedoucht vandaar de rare plekken. Alles is van mijn gezicht af. Alhoewel, veel staat er niet op. Een beetje mascara en een beetje oogschaduw. Maar goed, voordat wat erop zit, lekker af. Zand dus meteen er vandaan. Ik vond het echt een heerlijke middag. Echt even eruit. Even uitgewaaid. Gezellig gekletst. En echt over van alles en nog wat. Dat vind ik wel echt ontzettend leuk. En daarna heerlijk gegeten. Alleen denk ik niet dat dit eten echt helemaal suikervrij was. Dus in het kader van mijn suikervrije challenge, zeg maar, heb ik besloten van... ik stop dus niet op de 31ste, maar ik stop op de eerste pas. Dus ik plak er een extra dag aan. Dus het wordt niet echt een helemaal challenge, maar er komt er een dag bij... want ik heb toch het vermoeden dat hier her en der toch wat meer suiker in zat. En ik vind dat als je zo'n challenge met jezelf doet, dat je hem ook echt moet doen. Dus niet een beetje halverwege smokkelen, een beetje dit en een beetje dat. En ah, joh, maakt het niet uit. Nee, ja, misschien ben ik daar heel hard in voor mezelf. Als ik een afspraak maak met mezelf, dan vind ik ook dat je die moet houden. Dus dat ga ik gewoon doen. Dus ik stop dan niet de eerste. Maar ik pak dan een extra dag gewoon bij. Ik vind dat het gewoon even handig is. Dus dat even zover mijn dag. Ik heb echt genoten. Dankjewel Christine. En gewoon geweldig. Lekker. Goed geleerd. Goed lekker ontspannen. Even wat anders. En dan kan nu weer gewoon de week weer beginnen. Goed, heb je vragen, opmerkingen, andere dingen naar aanleiding van deze video? Laat het natuurlijk weer gewoon beneden achter. En hopelijk zie ik je in de volgende video.